Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het een logisch verlengde is van wat ik tot nu toe heb gedaan. Na 40 jaar misdaadjournalistiek heeft Peter R. besloten zijn ervaring te gebruiken. als directeur van een advocatenkantoor. Met het kantoor dat naast de arena zit, wil hij zich vooral richten op internetcriminaliteit. Ik heb natuurlijk twee jaar lang het programma Internetpesters aangepakt gemaakt voor RTL. En heb toen duizenden zaken zien passeren. En de rode draad in die zaken was dat de politie eigenlijk bijna nooit wat doet. En dat internetbedrijven voor slachtoffers de deuren op slot houden. Volgens De Vries krijgt hij dagelijks nog 50 tot 150 hulpverzoeken van mensen die met hun rug tegen de muur staan. Samen met zijn zoon, die advocaat is, wil hij hen gaan helpen. Vroeger had hij natuurlijk een probleem van, ja, hij is zelf geen advocaat, dus daar kon hij daar niet zoveel mee. En nu he, kunnen die mensen ook door het advocatenkantoor geholpen worden. Dus als het tot de procedure komt, uh, ja, dan kunnen wij, uh, kunnen wij daarbij helpen. Dat Peter de mensen die hem om hulp vragen doorverwijst naar zijn eigen kantoor vindt hij niet vreemd. Mensen benaderen mij, ik niet de mensen. Zij roepen mijn expertise, mijn ervaring, mijn kennis van zaken in. En ik probeer ze daarin te helpen. En staat ze vrij om uh, naar iemand anders toe te gaan? Ik dwing niemand. De misdaadjournalist runt ook al met zijn zoon een sportmanagementbureau. Toch gaat de samenwerking niet vervelen. Ik werkte al met hem samen. We belden al vijf keer per dag en ik zag hem al elke dag. En, en, en dan kom ik thuis en dan zet ik de tv aan en dan zie ik hem vaak weer. Maar nee, we werken gewoon heel goed uh, werken we samen en uh, we gaan heel goed met elkaar om. Het is alleen maar prettig en we hebben een goede klik met elkaar en aan een blik hebben we eigenlijk al genoeg. Dus dat is uh, alleen maar goed voor een samenwerking.